Ja, vrienden, wat is er op? Het is keihard aan het regenen. Ik zit in de auto, droog. En ik ga nu vertrekken naar de Kinepolis in Antwerpen voor een obscure night of zo. Obscure. Obscure night. Wat? Voilà, dat is. En ik ga de nieuwe Alien film zien. Ik ben enorme fan van Alien. Ik hou ook van het genre ruimtehorror. Dus ik kijk er enorm naar uit. Wat een honden weer. Ik ben al een beetje bang, laten we gaan. Hè. Oh, dat is wel vet, hè. We gaan beginnen, gsm op stil en we vliegen erin. Ik was zeer verrast. Ik had de trailer gezien. Ik heb heel veel gezien dat ik totaal niet verwacht had door de trailer te zien. Wat goed is, want de meeste trailers de dag van vandaag verraden echt wel heel veel. Er zaten veel elementen in die niet alien-achtig waren. Echt nieuwe elementen aan de reeks, waar ik eigenlijk wel van genoten heb. Ik heb ook wat oude alien-elementen gemist. Het was een dubbel gevoel, maar ik heb er echt wel van genoten van deze film. Mijn cameraman heeft juist een goede tip gegeven. Op voorhand werden een paar trailers uitgegeven die eigenlijk beeldmateriaal bevatten die totaal niet in de film voorkomen. Maar meer om de personages van de film te leren kennen. Ik ga die hieronder in de beschrijving zetten. Bekijk die zeker als je deze film gaat zien. Dat heeft alleen nog maar meerwaarde aan alles.